14 februari voor de 22e keer op een rij ben ik zo blij om een nieuwe werelddag van de Sound Healing te organiseren in Nederland. Op Hodenpijl is een fantastische kerk niet ver van Den Haag, waar we samen gaan zingen om onze dank en onze dankbaarheid te betuigen naar onze aarde. Elke dag geeft de aarde ons zoveel en 14 februari is de dag van de Sound Healing, waarbij duizenden mensen en groepen en cirkels samenkomen om te zingen en de liefde te zingen naar de aarde toe. Een Valentijn, een sonische Valentijn voor de aarde. En hoe meer mensen we kunnen verzamelen, hoe beter ook. Want deze harmonische vibraties hebben een gunstige invloed. Niet alleen op ons lichaam, op de ganse groep en veel verder dan de groep. En waarom heb ik gekozen voor de kerk op Hodenpijl in Schipluiden? Dat is omdat die kerk heeft een bijzondere resonantie. En die resonantie is niet alleen architectonisch te wijten aan de architect, maar heeft ook te wijten aan een aantal indigenous people, Peruvianen, zijn daar geweest in het begin toen ze die kerk hebben gerestaureerd en hebben een aantal kristallen geplaatst op een hele bijzondere manier, waarbij dat die kristallen meezingen. Dus kom het uitproberen en voeg jullie samen, zeker de mensen die in Nederland wonen, alsjeblieft kom meezingen. Hoe groter de cirkel, hoe beter het effect. Want ze hebben die effecten ook wetenschappelijk ze hebben die bestudeerd. Ze hebben namelijk gekeken naar al de steden waar er grote groepen samenkwamen en ze hebben gezien dat de criminaliteit naar beneden ging. En in steden gelijk New York, Parijs, hebben ze allemaal onderzocht. En op het moment van gezang gebeurt er niks qua criminaliteit. En dat is heel bijzonder. Zodanig als wij die vrede gaan voelen in ons, met de hulp van de groep ook, de groepsvrede, en we sturen dat uit, dan is het alleen maar ten gunste van. En heeft het een effect op kilometers ver van onze cirkel. En het is een soort van butterfly effect dat we creëren. En zoals de legendes of de mythes ook zeggen, we hebben 144.000 mensen nodig om vrede te gaan creëren op onze aarde. En ik denk dat we er al lang aan dit getal zijn. De nieuwe wereld is er al. Dus ik nodig jullie heel warm uit om jullie te vervoegen in de fantastische cirkel in Den Haag. En je kan er een reisje aan koppelen. Anselm Kiefer is een mooi artiest die daar ook tentoonstelt. Misschien kun je het wel combineren. Dank je om te luisteren en hopelijk tot dan. Oha!